Afgelopen zondagnacht vond de 9e editie van de Nacht van de Vluchteling plaats. De wandelaars startten vanaf de Stevenskerk in Nijmegen en eindigden in Arnhem bij de Stadsvilla Zonsbeek. Kader Shafik trotseerde samen met zijn team bureau Weiland de 40 kilometer en haalde daarbij ruim 10.000 euro op voor het goede doel. In totaal werd ruim 1,6 miljoen euro opgehaald. En soms zeiden we, potjandori, vluchten was veel makkelijker dan de nacht van een vluchteling. Je bent wel kapot inderdaad, want dat is niet alleen 40 kilometer, maar dat zijn nachtelijke kilometers die je moet afleggen. Je bent extra onzeker. Als je iedere stoep en dus moet je echt opletten. Men geeft tips. Neem een paracetamolletje als het niet lukt. Maar ook over waarvoor we lopen. De actuele discussie over een grote groep vluchtelingen die deze kant op komen. En ook het feit dat we gewoon ook toch een beetje mede verantwoordelijk zijn als de mensheid. Burgers van welvarende landen, om ook iets te doen om te voorkomen dat mensen vluchten. Ook met name daar gingen wel veel gesprekken over. Want wat kunnen wij doen dat de mensen niet ongelukkig worden, niet op de vlucht jagen, ontworteld raken? Ja, ik ben bijna 24 jaar geleden ben ik naar Nederland gevlucht. En 24 jaar als vluchteling hier. En ik weet hoe zwaar het is, hè, want ik ben al heel lang een Nijmegenaar, een geaccepteerde Nijmegenaar. Maar toch voel je gewoon nog steeds de pijn van een ontworteling van een moment. Want je hebt heel veel achtergelaten. En dat gun je gewoon de mensen niet. Het feit dat ik hier ben en ik hier sta en dat u mij interviewt, dat is ook een compliment voor Nederland. Want kijk, Nederlanders, wij vergeten hoe dat dit land gewoon een migratieland is. En iedereen die zich een Nederlander voelt, mag Nederlander zijn. Hè? Ik heb me altijd hier welkom gevoeld, want anders stond ik niet hier. En het feit dat zoveel jonge mensen lopen, er zijn heel veel jonge, autochtone Nederlanders. En dat geeft ook, dat zei je ook tegen vrienden, en dat geeft hoop dat de wereld niet verloren gaat. Ja, ik ben om rond 9:15, om precies te zijn. Ja, die laatste kilometers. Dus weliswaar wel een mooie kilometers qua omgeving en prachtig bos, maar je wilt snel de finish bereiken.